Kozakken Boys, Spakenburg. Zonder Spakenburg publiek is het duel tussen de nummers 16 en 1 van de Bad Nations League. Spakenburg moet blijven winnen om zich de treffers van het lijf te houden. En Kozakken Boys is de spreekwoordelijke kat in het nauw. Westdorp met de vrije trap voor de bezoekers. En Vink haalt er via Keukens een hoekschop uit. De thuisploeg, Kozakken Boys. Veel nieuwe spelers in de loop van het seizoen naar de zwaaier gehaald. Het heeft allemaal niet geleid tot het halen van zoveel punten dat de degradatiezorgen weg zijn. Sander de Brito Rocke, de scheidsrechter. Een schoppoging hoog over van Kevin Rook. El Asuti, vorige week 5 keer gescoord tegen Noordwijk. Wat ruzie tussen Stout en El Asuti. El Asuti, man met een verleden bij Kozakken Boys. Niet geraakt door Atien, geen hoekschop dus. Van Zundert. Over het been van Massis Atien, gele kaart. Voor de verdediger van Spakenburg. Dat het moet stellen zonder de geschorste Nick Verhagen. Deze is te hard en een prooi voor Dame. 0-0 de ruststand. Van Zundert, man met een verleden bij Spakenburg. Van de bal gelopen door Atien. Kans weg voor Kozakken Boys. En dan de 1-0 door El Asuti. Spakenburg op 1-0. Van der Linden de aangever, 50ste minuut. Spakenburg lijkt het gif bewaard te hebben voor de tweede helft. Van der Linden herovert de bal. Blessurebehandeling hier buiten de lijnen. Dat lijkt naar Hero van Lopik die daar ligt. En Kozakken Boys op jacht naar de gelijkmaker. Maar zo'n vrije trap is dan een makkelijke prooi voor doelman Dame. Die ook hier niet in de problemen komt. El Asuti, Suleiman, Green. Green doet dit heel knap en dan is het 5 minuten voor tijd. 2-0 voor Spakenburg. En mogen we aannemen dat de wedstrijd in het slot zit. Dwayne Green, de man van die geweldige goal in de beker vorig jaar tegen PSV. De doelpuntenmaker. En dan komt er ook nog een sluitstuk van Mukhtar Suleiman in de 90ste minuut op aangeven van Hero van Lopik. Spakenburg uiteindelijk met ruime cijfers voorbij Kozakken Boys. De blauwe vandaag in het zwart blijven koploper. En Kozakken Boys blijft diep in de zorgen. Het kan play-offs al bijna niet meer voorkomen.